Mechanica, cirkelbeweging en vandaag over gravitatie en de wetten van Kepler. Tot nu toe hebben we over, als we het hadden over zwaartekracht, altijd gepraat over zwaartekracht in de buurt van de aarde. En hadden we gezien dat de zwaartekracht dan gelijk was aan de massa keer de zwaartekrachtsversnelling. Even tussendoor. Dit is eigenlijk ook weer een wet van Newton. Hè? Alleen deze versnelling is dan in dit geval de zwaartekrachtversnelling. Even ter referentie aan wat we vooraan gedaan hebben. Maar als je op grotere afstanden gaat kijken, dan is de gravitatie eigenlijk, is dit een speciaal geval van een algemeen geval. En het algemene geval moet je ook kennen. En het gaat over het volgende. Stel je voor, ik heb twee objecten. Ergens in het universum. Het kunnen twee potloden zijn en het kunnen twee zwarte gaten zijn. Maakt voor dit verhaal niet uit. Ja? Nou, wat weten we dan? Die twee objecten die trekken elkaar aan. Alle objecten met massa trekken elkaar aan. Dat heet zwaartekracht. Nou, hoe is die zwaartekracht gericht? Nou, als dit bijvoorbeeld de zon is en dit is de aarde, dan is de kracht bij de aarde is die zo gericht. En vanuit de zon uit, let op, derde wet van Newton, actie is min reactie. Dus in dit geval krijg je dezelfde kracht, even groot gericht van de aarde op de zon. Die kracht is wederkerig, altijd. Nou, dan heb ik nog één ander ding nodig. Ik moet namelijk een afstand weten. En dan zeg ik dat de afstand tussen de middelpunten, die noem ik kleine letter R. Afstand tussen de middelpunten van de twee hemellichamen of potloden of wat dan ook. Ja? Zwarte gaten. Goed. Dan geldt ervoor, stel je voor dat dit ding heeft een massa grote m en dit ding heeft een massa kleine m. Dan is er een algemene formule die zegt hoe groot de aantrekkingskracht in newtons is van die twee objecten. En die formule is de zwaartekracht. En om onderscheid te maken met deze noemen we dit de gravitatiekracht. Die blijkt gelijk te zijn aan een bepaalde constante, g, hoofdletter g, keer de massa van het grote object, keer de massa van het kleine object, gedeeld door de straal in het kwadraat. Dat bovenste dat snappen we vrij eenvoudig. Hè? Als deze massa groter wordt, zal de kracht ook wel groter worden. Als die massa ook groter wordt, zal de kracht ook wel groter worden. Dat snappen we wel. Die omgekeerde evenredigheid, omgekeerd kwadratisch evenredig, denk aan het hoofdstuk over vaardigheden, omgekeerd kwadratisch evenredig, die is wel apart en dat gaat een beetje ver om hier nu af te leiden, maar deze formule geeft de gravitatiekracht uit als je op grote afstanden van, als je tussen twee willekeurige objecten ergens in het heelal, en in dit geval bijvoorbeeld op vrij grote afstand van de aarde, want dit was de aarde en dit was de zon. Deze constante hier, dit ding, dat heet de gravitatieconstante, de zwaartekrachtsconstante, en die vind je in Binas tabel 7. Oké, hier kun je dus mee uitrekenen hoe sterk die aantrekkingskracht tussen twee objecten is. En dan zul je zien, als je tussen twee potloden pakt, dan is dit heel erg klein. Want deze constante is namelijk heel erg klein. Maar tussen grote objecten als zonnen, aarde en zwarte gaten, dan wordt dit een heel groot getal. Hele grote kracht. Nou, één ding moeten we even doen. We moeten even laten zien hoe dit nou kan kloppen met dit. Want dit geldt namelijk als je vlak bij de aarde bent. Dan is dit wat er aan de hand is. Als je dus hier gaat kijken, dan heb je de zwaartekracht. Dit moet met elkaar kloppen. Die twee formules moeten op een of andere manier bij elkaar komen. Oké. Dan even voor het idee. Stel je voor dat ik nu ga naar de situatie waarbij dit de aarde is. En dit een satelliet die rond de aarde draait. Maakt natuurlijk voor het beeld helemaal niets uit. Maar is wel grappig voor het idee. De aarde heeft dan massa grote m. En de satelliet heeft massa kleine m. Hoe zou dit nou met elkaar verenigd kunnen worden? Wat is het belangrijkste symbool wat in beide staat? Dat is natuurlijk de kleine m. Zie je dat? Deze satelliet wordt aangetrokken door de aarde. Als die satelliet vrij dik bij de aarde is, dan moet deze formule ongeveer gelden. Dus op deze plek moet gelden kleine m keer g, deze formule, is gelijk aan grote g keer grote m, keer kleine m, gedeeld door r². En let wel, ik had er nu over gedacht, dit was de aarde,
Dit was de satelliet. Dus dit was de massa van de aarde, dit was de massa van het satelliet. En dit was ook de massa van de satelliet. Nou, wat zie je onmiddellijk? Die valt eruit. De massa van de satelliet valt eruit. Die kan ik wegdelen. En wat houdt dan over? De zwaartekrachtversnelling. De zwaartekrachtversnelling is gelijk aan de grote letter G keer de massa van de aarde, van het grote object, gedeeld door de afstand van het middelpunt van de satelliet tot het middelpunt van de aarde. Let op, dan moet je dus de straal van de aarde bij optellen als je de hoogte neemt. Hè? Dit is de straal van de aarde, dit is de hoogte. Hoofdletter G gedeeld door hoofdletter M gedeeld door R kwadraat. Dus G is gelijk aan grote G keer grote M gedeeld door R kwadraat. Dat is het verband tussen deze formule en deze formule. We hebben gewoon die G op een andere manier geschreven. Deze formule geldt altijd. Die geldt altijd. En deze formule geldt eigenlijk alleen maar in de buurt van de aarde. Omdat die G alleen maar in de buurt van de aarde 9,81 meter per seconde kwadraat is. Oké, dat is één stuk. En in het volgende stuk gaan we kijken hoe je deze gravitatiekracht nu kunt gebruiken in een cirkelbeweging. Gaan we daar eens iets meer over uit. En dan gaat het over dit ding. We gaan het hebben over gravitatie. En dat heet dan de wetten van Kepler. Kepler is de man die dit een paar eeuwen geleden al heeft uitgerekend. Het gaat om de volgende situatie. Laten we wel even teruggaan naar de aarde en de satelliet. Mag ook de aarde en de zon zijn, mag ook de aarde en de maan zijn. Dat maakt niet uit. Het is maar een voorbeeld. De satelliet draait om de aarde. De afstand is R. We hebben gezien, de aantrekkingskracht tussen de satelliet en de aarde is de gravitatiekracht. Die wordt gegeven door de constante, zwaartekrachtconstante, keer groot letter M, keer klein letter M, gedeeld door R kwadraat. Oké. Dit is een cirkelbeweging. Wat betekent dat? Cirkelbeweging betekent middelpuntzoekende kracht. FMPZ. En waar was die FMPZ aan gelijk? Die was altijd gelijk aan de resultante kracht in de cirkelbeweging. Oké. Wat is de resultante kracht in deze beweging? Je hebt het over een satelliet die rond de aarde draait. Laten we even aannemen dat de satelliet ook echt in het vacuüm draait, dat er geen wrijving is. Nou, welke krachten werken dan op satelliet? Ja, één kracht. De zwaartekracht. Kortom, middelpuntzoekende kracht is gelijk aan de gravitatiekracht, aan de zwaartekracht. Gravitatie is natuurlijk gewoon een ander woord voor zwaartekracht, hè, dat weten jullie. Dus FMPZ is de resultante kracht, en in dit geval is de gravitatiekracht, omdat er geen andere kracht is. Er is maar één kracht. Het moet wel de FRS zijn. Oké, en nou kunnen we eens kijken of we daar iets mee kunnen. Stel je voor, de middelpuntzoekende kracht, wat was de formule? MV kwadraat gedeeld door R. Wat was de formule van de zwaartekracht? Dat is dit dus. Hè? Wat was de formule van de gravitatiekracht? De zwaartekracht was G grote M keer kleine m gedeeld door R kwadraat. Dat was deze. Nou, kijk of we wiskundig een beetje handig zijn. Welke twee dingen kunnen we meteen wegstrepen? Nou, de eerste is natuurlijk die kleine massa. Heel interessant. Die kleine massa valt onmiddellijk uit. Het maakt niet uit hoe groot de massa van dit ding is. Alleen die grote massa van dit ding, of de massa van het centrale object, houdt je over. Oké, wat kan er meer weg? Als het goed is, zie je hier R kwadraat en daar R. Als ik beide zijden met R vermenigvuldig, dan krijg ik hierboven een R bij, valt die onderste R weg. Krijg ik hierboven R ook bij en valt het kwadraat weg. Dus dit valt ook weg. Dus wat hou ik over? V kwadraat is grote G keer grote M gedeeld door R. Zo heb ik de formule vereenvoudigd. Ben ik nu klaar? Nou, het zou kunnen zijn, maar ik weet nog iets meer. Want ik weet iets over die V. Weet je nog, cirkelbeweging, V-baan, dat is gelijk aan de snelheid in dit geval, V-baan, was gelijk aan, wat was V-baan weer gelijk aan? 2πr gedeeld door grote T. Dus, ik mag dit daar invullen. V is gelijk aan 2πr grote T en dan krijg je dus dit. 2πr gedeeld door grote T in het kwadraat is gelijk aan grote G keer grote M gedeeld door R. Oké.
Eens kijken of we dit verder kunnen uitwerken. Ik ga deze even uitwerken hier. 4 pi kwadraat r kwadraat gedeeld door t kwadraat is gelijk aan g keer m gedeeld door r. Oké, om te beginnen gaan we nu twee dingen doen. Ga ik beide zijden met r vermenigvuldigen. Deze kant en deze kant. Wat krijg ik dan? Ik ga hier even verder. 4 pi kwadraat r tot de derde, beide zijden met r vermenigvuldigen, gedeeld door t kwadraat, is gelijk aan g keer m, want die r valt weg. Ik vermenigvuldig hier ook met r. Is gelijk aan g keer m. Oké, en nou de laatste stap. De laatste stap is, ik ga beide zijden delen door 4 pi kwadraat. Wat doe ik dan? Ik deel deze door 4 pi kwadraat, dan valt deze hier dus weg. En als ik deze kant ook door 4 pi kwadraat deel, dan komt die hieronder bij. En wat houden we dan over? Dat schrijf ik even in een andere kleur hier neer. Dan hou je over de wet van Kepler. En die zegt, de verhouding van de straal tot de macht 3 en de omlooptijd tot de macht 2 is gelijk aan deze formule. En let nou eens even op, dit is echt heel interessant. Dan heb je door een hele simpele som te maken, door te zeggen FMPZ is F gravitatie, door die daaraan gelijk te stellen, dan even die W in te vullen, die je ook wist, eigenlijk allemaal heel eenvoudige formules, krijg je een formule die er zo uitziet. En wat zegt dit nou? Dit zegt dat de straal tot de derde macht, gedeeld door de omlooptijd tot de tweede macht, dat is G keer M gedeeld door 4 pi kwadraat. Die G is constant. 4 pi kwadraat is constant. Die m voor een bepaald object is ook constant. Dat betekent dus dat voor welk object ook rond deze aarde draait, voor welke satelliet je het ook, of om welke satelliet je het ook hebt, of de maan is, dat maakt niet uit, alles wat rond de aarde draait, voldoet, in een cirkelbaan tenminste, voldoet aan deze eisen. De verhouding van de straal tot de derde macht en de omlooptijd tot de tweede macht is constant, is daaraan gelijk. En dat is, dat heet in dit geval, de derde wet van Kepler.